Kappers in het hele land mogen maandag weer aan de slag, mits ze aan een aantal strenge voorwaarden voldoen. Bij Roland op de Tongerussenstraat is de zaak al aangepast aan de nieuwe werkwijze. Al ging daar wel wat gepieker en gepuzzel aan vooraf. We gaan een routing maken door de kapsalon, zodat de 1,5 meter gewaarborgd blijft. We krijgen een nieuw rooster, een langer werkrooster. Ook een dag extra gaan we open, omdat we niet met te veel medewerkers tegelijkertijd kunnen werken. Stoelen hebben we weggehaald, zodat we ook ruim 1,5 meter van elkaar kunnen werken. 3 meter. Tijdschriften hebben we weggehaald. We hebben desinfectie neergezet. Als mensen binnenkomen, dat ze handen kunnen desinfecteren. Ook voor onszelf natuurlijk. Tijdens de persconferentie zat Roland met een paar collega's aan de buis gekluisterd. Toen de contactberoepen ter sprake kwam, waar kappers onder vallen, hield iedereen zijn adem in. Per 11 mei kunnen ook de meeste mensen met contactberoepen weer aan de slag. Dus kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures, masseurs, opticiens, acupuncturisten, etc. Top. Ook de reinstructeurs. Helemaal goed. Ja, super blij. Super blij dat we open mogen gaan. Ik was er thuis zitten helemaal moe. Ik begon het ook een beetje te missen. Een beetje erg. De klanten te missen. Het werk, mijn collega's. Heel blij. Roland mag zijn kapsalon dus weer openen. Maar moet wel bescherming gebruiken. Uw kapper gaat dan bijvoorbeeld vragen of u op dat moment klachten hebt. Die check aan de voorkant neemt veel risico's weg. En het dragen van mondkapjes is dan niet nodig. Top. Super. We hebben geprobeerd om te knippen met een mondkapje op, maar ik vond het niet fijn. Mijn bril sloeg de hele tijd aan en nee, ik vond het niet fijn. Ben je bang om weer aan het werk te gaan? Totaal niet. Nee. Vertrouw ik op de RIVM. Voor kapper Roland en zijn collega's voelt het als een bevrijding dat ze weer aan het werk mogen. En voor de klanten is het ook goed nieuws. Nou, zet ik je erin om 4:30. Ja. Helemaal goed. Yes? Oké, tot dan. Joe!